Er is niets veranderlijker dan het weer, zegt men wel eens. En dat geldt zeker voor het weer in Nederland. Vooral in de zomer kun je dat goed merken. Kijk naar periodes met extreme hitte. Die duren in Nederland eigenlijk nooit lang. We hebben ook regelmatig een westenwind. En dan heb je ook periodes met koeler weer met buien. Wat dat betreft kan het weer in de zomer echt alle kanten op. Maar welke maand is nu eigenlijk de beste zomermaand? Is het juli of is het augustus? Als we kijken naar het aantal mooi weerdagen, dan zien we een heel klein verschilletje. Juli heeft bijvoorbeeld 7 mooi weerdagen gemiddeld en augustus 6,8. Nou, dat er iets minder mooi weerdagen zijn in augustus heeft mogelijk te maken met het warmere zeewater in die maand. Zeker richting het einde van de maand heb je dan vaker met onstabieler weer te maken. Ook de herfst klopt vaak dan al aan. Het begin van de zomer lijkt dus betere papieren in handen te hebben dan het eind van de zomer. Vooral in de westelijke kustregio's zien we in augustus meer buien dan in juli. Zeker richting het eind van de maand, als het zeewater heel warm is, kunnen er zwaardere buien ontstaan. Kijken we bijvoorbeeld naar de regio Alkmaar. Nou, in juli valt er gemiddeld 70 mm en in augustus is dat 90 mm regen. Weten wat het weer doet in augustus op jouw locatie? Met de app van Weer Online blijf je altijd up-to-date.